Het is eigenlijk gewoon streetwear. Ja. En unisex. Je kan het en casual dragen, maar ook wanneer je uitgaat, ook wanneer je thuis op de bank met je vriendin zit. Ik kom van een broodje pindakaas en een beker siroop. Oude Nike's van mijn broers, die een beetje te groot. Moest beginnen met wat sparen, heel mijn leven gebloot. Ik had scheid aan Sinterklaas en jij ging zeker op schoot. Kanta sessies. Sheesh. Ewa. Fakka neef. Welkom in de Kanta, bro. Hoe is hij? Ja. Wacht even, man. Rustig met jou? Lekker, man, bro. Deze deur gaat niet. Hij is dicht, man. Ja toch. Bro, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Ik denk, we gaan eerst even naar de store, man. Naar de Balieu-store? Ja, we gaan even naar de store. En dan gaan we daarna even kijken wat we gaan doen, man. Even kijken. Ja, man. Even kijken wat we gaan doen. Hoe is het dan, driver? Rustig, man. Je kan wel rijden, toch? Ja, man. Maar... en hoe de fuck kennen wij elkaar eigenlijk, man? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, man. Ik zag een optreden van Broederliefde. Ja. En toen zag ik zo'n truitje met Cartier erop. Ja, en ik dacht van, hè? Misschien moeten we dat ook fixen, man. Laten we kijken waar. Ja, toch. Oké. Okay. Op een gegeven moment zodoende Cyril. Je weet toch, Cyril kent ik wel. Ja, Cyril. Cyril is een andere acteur. Dat is het, juist. En hij zei van, hé, mijn neef is een van de eigenaren, bla bla. Kom, we gaan daar naartoe. Dus ik kwam daar een beetje chillen, lachen. Het klikte. Ja. Ja, man. Ja, toch, zodoende zijn wij in contact gekomen. En toen was jij... Toen was ik nog niet waar ik nu in ieder geval... Nee, waar je nu bent. Toen was je nog geen wereldberoemdheid. Nee, man. Ik ben geen wereldberoemdheid, man, bro. Doe normaal, man. Ja, ja. Waarvoor staat banlieue dus eigenlijk? Banlieue betekent letterlijk vertaald betekent het buitenwijk. Ja, voor de positieve dingen in die buitenwijken. Dus de broederschap, saamhorigheid, dat mensen voor elkaar opkomen. Dus het is eigenlijk een positieve boodschap ook naar de jeugd toe. Van, ja, zeker. Dat, zeker. Je, dat je een soort van, ja, en dat ook, het, kom je van een buitenwijk of wat dan ook, kan je altijd wel wat bereiken. Precies, ook al kom je uit een buitenwijk, je kan altijd wat bereiken. Als je maar gewoon hard blijft werken en als je maar loyaal blijft aan je eigen mensen. Ja. Okay. Dit autootje is niet veilig, man. Ik zeg het heel eerlijk. Je voelt jullie veilig in de auto of niet? Vooral niet met mij, hè? Let's go, nee. Ja, toch. Ja, toch. Piep, piep. Kom verder, man. Kom verder. Het is eigenlijk gewoon streetwear. Ja. En unisex. Oké. En het is in principe gewoon kleding wat we zelf... fijn vinden om te dragen. Je kan het en casual dragen, maar ook wanneer je uitgaat, maar ook wanneer je gaat sporten, ook wanneer je thuis op de bank met je vriendin zit. Wat ik denk ik niet heb, of wel of niet, je weet toch? Of ik het wel of niet heb, dat is de vraag, mensen. Meerdere. Je weet toch? De drukkerij. Wat zijn dit dan? Dat zijn persen, man. Ja, dan leg je t-shirt erop, bedrukking erop en dan... pers je hem, maak je hem dicht. Dit had ik dus moeten doen tijdens mijn stage. Dit had je dus, wat je eigenlijk tijdens stage had moeten doen? Dat is eigenlijk wat dit is. Oké. Okay. Dus de winkelman is niet zo heel veel bijzonders, man. Of het in kleding die pak, doe ze welke maand leg. 80 kleine op de aarde. Kleine spellen maken mij nerveus. Laten lachen in de winkel, prijzen serieus. SMS'en, het is vrijdag 3 voor 50 euro. Ik breng die Rio op al die money in een banlieue. Slippers, ik heb dronken en mijn tank. In de Rari mensen. Ik ben bang, man. Hoef niet te tagen. Geen doel. Geen spiegel, man, bro. Muk. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Zo, die rem is ook lekking, man. Ja, dat, man. Dat heeft niemand mij verteld, man. Mensen, ik wil jullie niet laten zien hoe ik hem heb opgeslagen op mijn telefoon. En fuck, hij wil me net klaren. Ik ga het jullie gewoon laten zien. Wacht. Wat, man? Wacht. Sinan. Geil aan mensen, gewoon geil. Mensen. Deze jongen, mensen, deze jongen is zo gaaf. Hij wil de hele dag chicks. Ik weet niet waar hij het over hebt, man, bro. Ik weet niet waar hij het over hebt. Ja, man, dit is het pleintje dus. Hoe zit het erop, man? Let's go, man. Pull up op pleintje. Sister, rutse fluts. We zijn er. Kijk kijken wat Bilal aan het doen is. Is dit je schatje? Kijk, dit is een koude spier. Wat is dit? Hé, wat heb je gedaan? Hij is wel echt gesloopt, man. Wat hebben jullie met deze gedaan, man, bro? Bro, wat heb je gedaan? Wat de fuck is die uitlaat? Kijk hier, bro. Akrapovic. Kijk, geen gordel, bro. Maar hey, die gordel is gewoon eraf. Dit is jouw buurt, toch? Ja, man. Hier ben ik opgegroeid, man. Hier gingen we altijd voetballen. Gechilled, geknikkerd, gebeebleed. Noem het maar op, man. Al die jeugddingetjes allemaal hier meegemaakt, gewoon, man. En hoe is het nu dan dat je gewoon
dat gewoon banlieue gewoon omhoog is gegaan, dat je nu gewoon, je weet ja, je werkt er naartoe, hè, dus het is... Je verwachtte het soort van eigenlijk ja, kijk, verwachten is heel raar, want je kan niks verwachten, nee, snap precies. je? Dus je weet nooit hoe iets zal lopen. Misschien denk je van, oh, dit is echt de ziekste, doopste trui wat we ooit hebben uitgebracht. En dan verkoopt dat het minst van alle en dan een super simpel dus shirt van niks, verkoopt veel beter. Dus je kan niet echt iets verwachten en zeggen van, oké, dit en dat gaat gebeuren. Precies. Maar je werkt er wel naartoe, dus je probeert wel iets op te bouwen. Dus je probeert wel met je social media, met je marketing, met alles eromheen, probeer je je merk zo populair mogelijk te maken. Zo gaat het balletje op een gegeven moment rollen en ja, het is gewoon constant investeren. En als het eenmaal begint, ja, dan gaat het op een gegeven moment gaat het gewoon heel erg snel. En nu meestal de jeugd van die influencers en rappers, die jeugd pakt het ook, je weet toch, daar, die kopieert het weer van die rappers en zo. Ja. Maar nu we het toch over de jeugd hebben, je weet toch, ezelsbruggetje. Wat zou je tegen de jeugd willen zeggen gewoon in de camera, gewoon van, wat wil je ze meegeven? Mensen die bijvoorbeeld hun eigen merk willen starten of je weet toch, wat dan ook gewoon. Je moet gewoon sowieso altijd een begin maken. Begin gewoon ergens, maakt niet uit waar dat is. Gewoon doen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar praten en niet wachten totdat alles perfect is. Want het is sowieso nooit perfect. Begin gewoon. Ook al is het niet perfect, ook al is het niet 100% goed, maak gewoon een start. Denk over alles na. Blijf hard werken en blijf loyaal aan je eigen mensen. Dat is het belangrijkste, denk ik, man. Jullie hoorden het. Blijf loyaal aan je eigen mensen. Wat ik wil meegeven is veel liefde naar jullie allemaal. Ga banlieue checken. Je weet het. De Libby, zoen op je beeldscherm. Pow. Gangway. Ik kom van een broodje pindakaas en een beker siroop. Oude Nike's van mijn broers, die een beetje te groot. Moest beginnen met wat sparen, heel mijn leven gebloot. Ik had scheid aan Sinterklaas.